Vandaag heeft de politieke partij VHP een persconferentie belegd met betrekking tot het indienen van een initiatiefwet met betrekking het wijzigen van de kiesregeling. We hebben meneer Charman gehoord hierbij, maar zo ook meneer Gardien, maar ook meneer Cedric van Samson met betrekking tot hun conceptwet dat zij hebben kunnen indienen. Het gaat erom dat wij moeten gaan naar een landelijke evenredigheid met betrekking tot het stemmen. Feit is dat op basis van de beslissing van het constitutioneel hof wij gemeend hebben een stelsel aan te bieden aan de Nationale Assemblée dat is gebaseerd op een landelijke evenredigheid. Dat brengt met zich mee dat er geen districtenstelsel meer zal zijn. Dus we gaan niet meer stemmen op basis van districten. Toch is het heel land één district geworden, één kiesdistrict geworden. Dat is een beetje in grote lijnen de wet die er is. En dit is verwoord natuurlijk zowel in de kiesregeling van 1987, daar zijn natuurlijk de nodige wijzigingen aangebracht om dat stelsel dat daarin verwoord was te brengen naar het stelsel dat wij voorstellen. En daarvoor is natuurlijk ook de nodige aanpassingen aangebracht in de huidige grondwet. Kijk, het is zo dat we allemaal kennis genomen hebben van wat er moet veranderen en wat eigenlijk de uitspraak is geweest van de constitutionele hof. De gedachtegang, de geest heeft meer te maken met een evenredigheid waarbij er geen stemmen meer verloren gaan, omdat die geconcentreerd zouden zijn per district. In die globaliserende wereld waarin we nieuw wonen, participeren we allemaal in netwerken waarbij mensen van overal kunnen participeren. Het zou dan vreemd zijn dat wanneer we praten over een kiesstelsel dat betrekking heeft op één land, dat wij dan een afzondering of uitzondering zouden gaan maken per district. Met dit nieuw stelsel van landelijke evenredigheid gaat geen enkele stem meer verloren. En het belangrijke daarvan is dat iedere Surinaamse burger op het Surinaams grondgebied, gelegen tussen 2 en 6 graden noorderbreedte en 54 en 58 graden westerlengte, zijn stem dezelfde waarde heeft. En dat is wat leeft bij die samenleving. En wat we hebben gevolgd vanaf na de uitspraak van het constitutioneel hof, dat er verschillende concepten zijn gepresenteerd. Maar wat we wel steeds hebben gemerkt in de samenleving, is dat de roep naar die evenredigheid van iedereen dezelfde stem, dezelfde waarde, dat luid bleef. Vandaar dat, niet dat de VHP alleen heeft gezegd van wij willen dat. Nee, we beantwoorden aan wat de vraag is bij de samenleving. En ook die discussie over wat moet er bepaald, wat moet die profielschets zijn. En ook die discussie over wat moet er eigenlijk geëist worden van een bepaalde functionaris. En vaak in de samenleving is de discussie gevoerd. Is iemand die een strafblad heeft of iemand die een veroordeling heeft, mag zo iemand participeren? En we hebben hierin dit ook meegenomen. Omdat het ook iets is dat leeft bij de samenleving. En als volksvertegenwoordigers hebben we ons gecommitteerd om dat in dit concept naar buiten te brengen en te verwerken. Waardoor het ook duidelijk is dat voor zowel de vicepresident als de president het niet zo mag zijn dat je een veroordeling hebt. Natuurlijk is dit vatbaar voor bredere discussies in de samenleving. Maar dit is wat leeft in de samenleving en we het ook hebben geïncorporeerd in ons voorstel. Het belangrijkste daarvan is Suriname één kiesdistrict. Er gaan geen stemmen meer verloren. Iedere burger, waar dan ook in Suriname, kan stemmen op de kandidaat. Dus ik denk dat dat in grote lijnen is wat die wijzigingen met zich mee zullen brengen. Nu hebben we terecht, zoals opgemerkt, 2 initiatieven. 1 vanuit de NDP en 1 vanuit, in dit geval, de initiatiefnemers vanuit de VHP. Dat zal bij de, ik neem aan dat de voorzitter dat plaats op de eerstvolgende huishoudelijke vergadering en dat daar zal dan een commissie van rapporteur benoemd worden. Het is gebruik en het ziet er naar uit dat het misschien eenzelfde commissie wordt die zich daarover zal buigen en dat daar zal in het vooronderzoek gekeken worden en het parlement geïnformeerd worden hoe de behandeling van deze 2 wetten ter hand te nemen.